Helaas moet ik wel zeggen dat ik afgelopen tijd veel mensen benaderd heb. Voor ministersfunctie, voor topkaderfunctie. Ze zijn niet bereid om in die politiek te komen. Ze zijn niet bereid om politieke verantwoordelijkheden te nemen. Ze zijn niet bereid om bestuurlijke verantwoordelijkheden te nemen. Ze zijn wel bereid om vanuit een afstand die ondersteuning te geven. Dat zeggen ze wel. En dat kan ik best begrijpen. Want ik heb ook in die positie gezeten. Toen ik gevraagd werd 1 keer om minister te worden. Ik heb alle redenen gezocht om geen minister te worden. En ik heb gevonden. 2e keer heb ik ook allerlei redenen. Totdat in 2005 heb ik ja gezegd. Dus het is niet moeilijk. Omdat het moment dat je die stap doet in die politiek, is een ander leven. Ben je een ander mens. Je bent public figure. Het gaat ten koste van alles van je privé, je gezinsleven, je quality time. Dat weet men. In Suriname is het nog erger. Het is destructief. Alles wordt in feite op de persoon in feite gespeeld. En hoeveel mensen zijn bereid dat te accepteren terwijl je een rustig leven kan hebben, met je inkomen goed kan uitkomen. En het is een uitdaging. Ik denk dat dit een aspect is in Suriname waar we heel goed als natie moeten gaan kijken. Dat er voldoende kader is in dit land, maar dat 1, politiek niet zo aantrekkelijk is. Daar moet er veel verbeterd worden, maar tegelijkertijd de wijze waarop samenleving reageert in feite op publieke functionarissen, 1 is wat mensen weerhoudt om verantwoordelijkheden te maken. Persoonlijk heb ik veel mensen benaderd en ik weet dat er terughoudendheid is.